Inderdaad, hè? Ja. Ik zie jou heel blij kijken. Ja, het was allemaal redelijk wat ik had verwacht. Ja? Ja. En het beste is geen rustdag. Positief dan. Ja. Toch? Dag, man. Ja? Nee. Wat we nu kunnen doen, ik moet nog eventjes je wielafstand meten. Oké. Okay. Dat kunnen we in principe nu eerst doen voordat je warm rijdt of daarna wat jij prettig vindt. Want? Ik moet weten, ik wil de exacte snelheid hebben, ik wil geen GPS. Oh, dus zo. We moeten meten hoe lang je wielbasis is. Oké. Okay. En eigenlijk de diameter. Ja, mag nu wel even gelijk. Ja? Ik ga hem er even afhalen. Mag ik een stokje nemen? Nee? Ja, alles wat je drinkt. Van de fiets, anders moeten we opnieuw wegen. Ja. Dus eventjes nog belangrijke dingen. Vanaf 37 km per uur moet jij erin liggen, dus zorg dat je het eerder doet. Ja. Ja? En trap je racevermogen. Ja, ik ga gewoon proberen steady 260 watt. Ja. Je ziet hem hier staan straks. En de laptist is, die loopt ietsje achter, maar doe meer, dan heb je altijd genoeg. Okay. Ja, klaar voor. Okay. Nee, ik had wel het gevoel dat de power heel even wegviel in die laatste run. We gaan het zien. Tussendoor in de snelheid, maar ik weet niet zeker. Dus ja, ik zie het wel. Ja. Baseline hebben we gehad. En op basis van de baseline moet ik de correctiefactor bepalen. Dus we hebben hem nu van tevoren ingesteld op waarvan ik denk dat het ongeveer in de buurt zou moeten zitten. En je ziet hier de aero-call. Wat houdt dat in, die call? Nou, hoe dichter op je 1 zit, hoe nauwkeurig je op een daadwerkelijk CDA zit. Dit is 1,0 en dit is 1,049. Ja. Dat zit er zo dicht op dat al vrijwel heel dicht bij je daadwerkelijke CDA-waarde ligt. Maar op de terugweg zit hij op 1,6, dat was dan weer heel hoog. Oh ja. Maar dat zie je hier ook. De headwind, de tegenwind, is 9,6 km per uur. Ja. Normaal gesproken wil je dat hij maximaal tussen de kwart en de 1/3 zit van je snelheid. Okay. Dus, en dat kunnen we hier zien. Want je snelheid is dus tegen de wind in 39, 38,5, 38,9. Daar komen we net mee uit. Correctie die we gaan toepassen. En ik had 1,32. Nou, hey. Aardig in de buurt. Ja. Dus wat we nu doen, omdat we er heel dichtbij in de buurt zitten, gaan we alleen even valideren. Okay. Dus we gaan niet nog 3 keer heen en weer, we gaan 2 keer heen en weer. Okay. En als dat goed zit, dan zit het goed. Oké, okay, top. Maar je zat nu met 3,1% afwijking zet je op een CDA van 206. Zo, dat is prima. Zo, ja. Prima. Zo, 50 km per uur. Easy! Kijk, nu is de kwaliteit oké okay, en dan zit er tussen de rust maar 1,5 watt. Oh, nice! En dan kun je dus ook zien dat je CDA wat lager is. Hoppa! Dus dit is al dichter bij wat je CDA zou moeten zijn. Nice! Die is ook echt goed wel, hè? Toch? Ja, dit is echt heel netjes af. Dan mag jij mijn Rudy Project pakken. Oeh! Een Darth Vader verdorven. Kun je een leuk muziekje onderzetten nu? Ik ga je even helpen met het symfonetisch schiften. Oh, ik heb het wel. Ja, je kan het niet zien. Kijk, zo moet dat. Ik ga. En dan. Ik heb ook het hem zo hebt. Nee. Ja? Ja. Ja, daar gaan we. Staat hij aan trouwens? Ja, staat aan. Alles goed, ja. Dus. Ja, dank je.
Maarten. Ja. Het scheelt voor nu 12 watt. Kijk, en je kan nog wel zeggen van ik ga met die laser nog meer zo zitten, maar als je dan die kop naar beneden doet, dan gaat die staart de lucht in. Ja. En die Windream, die heeft dit achterkantje. En als je dan zo gaat zitten, sluit die achterkant precies aan op mijn rug. Dat wordt alleen maar beter. Ja. Ja. Shit. Je had de blips, de kliks bedoel ik. Ja. Ja. Before. Met draadjes, ook altijd gekloot als je naar een wedstrijd moet in het buitenland en je gaat met je fietskoffer. Dat is altijd gedoe met dit eraf halen en dat ken je systeem is ook niet helemaal fijn. En dan heb ik nu draadloze klikstop. En twee boutjes en hij is los. En twee boutjes. Kijk wat een verschil joh, dat is niet normaal. Hoeveel is dit nu hoger? Ik heb 2 van 5 mm, dus je hebt 1 centimeter erbij. En wat we eigenlijk willen doen nu is op zoek gaan naar het compromis tussen aerodynamisch en gelijktijdig zoveel mogelijk hoogte. Want meer hoogte betekent dat je wat openere heupen hebt, kan makkelijk rennen. Ja. Dus stel we verliezen nu 1 of 2 watt door 1 centimeter hoger te gaan, dan zou ik persoonlijk zeggen dat dat altijd waard is. Ja. Even kijken waar ligt de grens voor jou. En voor hetzelfde geld is het nu al 7 wat trager. Ja, precies. Ja. Waarschijnlijk trapt dit dus sowieso een stuk makkelijker en ja. Zit het chiller. Ja. En als het ongeveer hetzelfde blijft, dan... Spot on. En dan gaan we nog verder. Ja. Dan gaan we nog meer omhoog. Oh ja. Dus we gaan echt even de limiet opzoeken nu met de hoogte. Wanneer dat echt af gaat lopen ten opzichte van de voordeel die je dan nog hebt met je heupen. Ja. Ja? Data zo. Okay, mooi. Het is wel heel veel langzamer vooraf, volgens mij. Ja, dat moeten we niet doen. Ja, kijk maar, vanaf hier naar daar. Zo. Dat gaan we dus niet doen. Nee. Snel eruit halen. Ja, snel eraf halen. Hoe aero is dat, Bas? Minimaal 10 watt. Zo, de Zip 858 vervangen we voor de Princeton Carbon Works. Ja, Tri-spoke. Met hele snelle bandjes erop? Ja, de ene snelste bandjes om erbij. Deze okay. Ietsje lek bestendiger dan... Ook belangrijk. Ja, voor een hele vind ik, rijd ik liever niet lek meestal. Maar. Oh! Is dat ook nog met 300 gram? Bijna onder die 100. Oeh, aerotest is geen rustdag. Hè Bas? Nee. Oeh. Oh man. Ik heb het gevoel dat ik echt een hele dag aan het trainen ben. 10. 10, nee, veel meer man. Nee. 10? Maar wel van 2 keer 10. Ja, 10 als in... Ja, 20 keer op en neer. Ja. Het valt eigenlijk nog tegen. Zo voelt het niet. Nee, het voelt heel intensief. Ja. Dus deze ietsje trager voor jou. Ongeveer 5 watt. Ja. Dus dat scheelt weer. Dan hoef je die ervoor niet te kopen. De vraag is natuurlijk, ligt dat dan aan het aerodynamische bandje? Ja. Of ik... ligt het aan de velg? Het is een relatief klein verschil. Want ik heb nu de Zip 858 met een tubeless Aero 111 bandje van Continental, die Aero band. Deze is speciaal gemaakt in de windtunnel voor aerodynamica. Dus ja. Wie weet is dat verschil, weet ik niet. Nee, we gaan het bandje ook niet omleggen vandaag. Nee, zeker niet. Dus nu nog even testen met aero tukken. Ja, nu zo gaan we nog even heel snel zitten. Precies, ja. Ben benieuwd. Ik merk zo'n verschil, ik ben zo benieuwd naar de getallen. Ja. Maar ik lig dus met mijn kin hierop. Maak je ook van die custom geprinte kinhouders, Bas? Misschien moeten we dat maar gaan doen. Ja, dat ik er zo in kan liggen. Zo. Die bidon die ligt niet per se heel erg lekker of zo. Nee. Maar tering, hé, dit voelde echt zo snel. Ja. Echt niet normaal. Ik hoop dat, dat de data het laat zien. Maar, of het 10 of 15 is. Ja, misschien wel 15, wat jij zegt. Zo was ik.
Ik denk zeker 10. Heb je de data? Ja. Ik zie jou heel blij kijken. Ja, het was allemaal redelijk wat ik had verwacht. Ja? Ja. Ja? 15. Ik had 10. 14. Wow. Die nemen. Zo, die nemen. Ja, hè? 10 ja. Ringen. Dus samen met alleen de helm al? Oh, minimaal. Helm was ook 15? Ja. 29 watt. En mijn CDA was in het begin? Punt 2. Dus dat was, dus nu, echt, was echt al wel serieus goed? Het was echt goed, dus nu zit je echt heel laag. Maar dat zag je al toen je aankwam. Ja. Dus echt... Kun je er nog een getal aan plakken? Dus, ja, dan moet ik thuis even terugrekenen. Zo, want we hebben zoveel de aerocall aan moeten passen ook. En ja. Tussendoor steeds aanpassen aan de weersomstandigheden. Ja. Dat de CDA-waarde die is nu... Kijk, met de Wingdream zaten we aan .194. Ja. En nu, omdat we tussentijds hebben aangepast, is het dit maar... Ik durf wel te zeggen dat je zeker weet dat onder de punt 19 zit. Dus je ergens in de punt 18 ongeveer. Dat is echt heel goed voor een triatleet. Voor de kijkers thuis, die komt straks zo hier zo in beeld. Nope. Dus ja, keurig. Echt top. Ja, nice, man. We zijn begonnen met een baseline met de laser. Daarna hebben we die gevalideerd. Ja. Daarvan twijfelden we of het klopte. En daarna hebben we de Wingdream getest. Ik zal hem hier laten zien met in het grafiekje. Dit gaat dus over helmen. Dit gaat over helmen, ja. De Ruti Project Wingdream, dat is die witte die daar in de auto ligt. Ja. Die was 14,6 watt gemiddeld sneller. Dat is niet en je kan zien hier zo, die kunnen we straks wel hiernaast in beeld zetten, maar ja, dat de afwijking ook maar heel klein is. Zie je dat? Oh, ja. Dus dit is de afwijking van het laagste en het meeste besparing. Ja. En het lag er dus vooral aan, op zich is die laser is natuurlijk een hartstikke goede helm, maar vooral als je geen wind hebt. Dus vooral voor die baanwielrenners is het top. Als je buiten op een tijdritfiets zit, echt een heel stuk minder. Dus dan scheelt het gewoon 15 watt met die Ruti Project Wingdream. Dat is niet normaal. En dan in percentage voor de leek? Als je dan overval je bent, dan moet ik ineens gaan rekenen. Ongeveer? Onder bij 5% is dat voor jou. Ja. Ja. Dat is heel veel. Ja, train het er maar eens bij. Ja. Dat is niet te doen. Dat is niet echt normaal. Ja, heb je het over jaren. Ja. Om 15 watt op je FTP erbij te tellen. Ja, dat is niet normaal. Dat is bijna niet te doen. Daarna hebben we de met drone nog getest. En de met drone, die was ook sneller dan de laser. Alleen een stukje minder. Ja. Hoeveel? 8,7 watt sneller. Was die sneller dan de laser. Maar je ziet hier ook dat het verschil tussen de langzaamste en de snelste is veel groter. Dus die Wingdream is iets gevoeliger voor houdingsverschillen. Dat is eigenlijk wat je getest hebt. Ja. Dat mag je wel zeggen. Ja. In die Wingdream, dat zag je zelf ook op de foto. Ja. Maakt eigenlijk niet uit hoe je zit. Die helm slaat altijd wel goed aan. En bij de met drone, die heeft net een iets langere punt. Ja, en de laser ook. Ja, precies. Dat is wat gevoeliger. Als je dan die agressieve houding gaat doen, zeker die kop naar voren, als je die kin op de bidon legt, dan steekt die punt die steekt gewoon de rechte lucht in. Dus dat gaat zeker niet sneller. Eventjes het anker uitgooien. Ja, precies. Ja. Dus die hebben we gedaan. Daarna hebben we de baseline nog een keertje gedaan, omdat we twijfel hadden over de eerste baseline validatie. En daar kwam eigenlijk uit dat die baseline validatie van de eerste keer niet goed was. Nee. En dat het dus wel klopte dat de Wingdream 15 watt sneller was. Daarna hebben we nog je stek verhoogd. Dus we hebben het stuur eigenlijk een centimeter hoger gezet. Ja. Dat was aanzienlijk trager. Ja, het was wel heel comfortabel. Ja, maar ook wel heel traag. Ook heel traag. Dus we hebben het heel snel weer eraf gehaald. Ja. Daarna hebben we getest zonder je calf sleeves. Ja, waarvan jij dacht dat het sneller zou zijn? Mogelijk. Ja, met calf sleeves weet je het eigenlijk nooit zeker. Dat is heel erg individueel. Ja. En dan moet je gewoon testen, anders weet je het niet. Dus. Je hebt geluk, want die voor jou waren volgens mij 10 watt, toch? Volgens mij 10 watt sneller, ja. Ja. Ik kan het hier niet zo goed zien, omdat die validatierun tussendoor, die heb ik niet erin gezet. Nee, volgens mij 10 watt, ja. Ja. Daarna hebben we de baseline weer getest met Wingdream en met je calf sleeves aan. Ja. Toen hebben we de truispook getest. Ja, het voorwiel van Bas. Ja, die van Princeton. Nou, dat hebben we in een ander stukje al verteld. Ja. Ja. Dat scheelde maar 5 watt, dus dat is niet een heel groot verschil. Dat zou inderdaad dus kunnen zijn door bandjes. Ja. Maar dat is zo klein, waarschijnlijk zitten die wielen voor jou best wel dicht bij elkaar. Ja, precies. Ja, dan moet je niet gaan investeren in een heel duur wiel. Nee. En daarna hebben we nog de baseline gedaan met de AeroTuck. En dat is denk ik wel een eye-opener. Ja, dat is niet normaal. Ja. 180 kilometer lang gaat het me zeker niet lukken, maar
Nee, die moet je echt, echt lekker tactisch inzetten. Dus ja. Als je een move wil maken of zo, dan over in ieder geval al iets meer misschien dan ik weet. Ja. Dat scheelt denk ik ook al mega. Ja. Ja, het is ook vooral veel oefenen. Ja. Dus ook nu in de training, als je momenten hebt waarbij de weg redelijk recht is of je hoeft niet heel veel te kijken, gewoon lekker aero gaan zitten. Ja. Want dus uiteindelijk is aerodynamica ook gewoon de skill op de fiets. Ja. Ja. Als je gewoon zo netjes kan blijven zitten, dan... Zeker. Ja, en het hoeft natuurlijk ook niet heel comfortabel te zijn. Hè? Het is, ik bedoel, 15 watt minder hoeven trappen. Ja. En dan een beetje een stijve nek achteraf. Weet je, die kan ik nog wel voor lief nemen. Ja. En daar heb ik tijdens het hardlopen heb ik daar toch geen last van. Nee. En van mijn benen wel. Precies. Toch? Ja. Ja. Dus dat is even een korte samenvatting, denk ik. In totaal komt het op 29 watt uit. Boah, niet normaal. Positief dagje. Ja, toch? Niet normaal. Lekker man. Goed zo. Dankjewel. Keurig, geen probleem.